Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 20 juni 2016. Dat is het bulletin van maandag. Vandaag hebben we weer enkele morse woorden en een SSTV-beeld in PD50, dit keer gemaakt door Mike 0, Mike Papa Mike. Amateurs en ballons was het in de eerste jaren van de hobbyscoop ballonfossecht nog iets zeer bijzonders. In steeds meer landen laten amateurs al dan niet onder licentievrije low-power regels ballons op met zendertjes eraan. Dat gaat in een aantal gevallen, net als bij de ballonjacht van hobbyscoop, om weerballons. Vanwege de lichter geworden apparatuur worden ook steeds vaker de zogenaamde partyballons gebruikt. Ballons die eigenlijk helemaal niet bedoeld zijn om te vliegen, maar die het wel uitstekend doen. In Argentinië laat AMSAT Argentina binnenkort een weerballon op met daaraan een crossband repeater. Dit zal op 9 juli plaatsvinden als alles doorgaat in de plaats Las Heras in de provincie Mendoza. De ballon heeft een ingang van 145.725 met 123 hertz CTCSS en een uitgang op 436.725. Hij zal ongetwijfeld echter vanuit Nederland niet te werken zijn. Wel is hij op 9 juli op APRS te volgen met als roepnaam LU7AA-1 Lima Uniform 7 Alpha Alpha 1. Onlangs werd de datum van de Hobbyscoop Ballonfossejacht 2016 bekendgemaakt. De 38e editie van de ballonjacht zal plaatsvinden op 11 september, uiteraard weer op zondag. Afgelopen weekend op zaterdag 18 juni is een aantal Nederlandse amateurs in België geslaagd voor het CW-examen van de BIPT. In totaal deden zo'n 16 amateurs aan het examen mee, waaronder een aantal Nederlanders. Diverse daarvan waren van de morse cursus uit de afdeling Amersfoort, die iedere donderdagavond in het clubhonk van PI4AMF in Bunschoten wordt gehouden onder leiding van Koos PA3BJV. Het gaat bij de geslaagden van die cursus om Johannes PA1AVL, Hans PF0H, en nog een Hans PE1KWH en de op de NOS-repeater zeer bekende Edwin PA1EDL. Met het Belgische certificaat is het mogelijk om het predicaat CW Not Included op het bekende pasje te veranderen in CW Included. In nog ongeveer een derde van de landen wereldwijd is momenteel mosseverplichting nog niet afgeschaft. Er zitten ook enkele landen bij die relatief dichtbij zitten, bijvoorbeeld Zweden. En je moet daarvoor dus een CW included op je pasje hebben om op de korte golf te mogen werken. In Frankrijk is mossen alleen verplicht als je een mossenkuur zo wilt maken. Radio T-Pot, je schrijft hoofdletter T, hoofdletter D en dan OT met kleine letters uit Gassel ter Nijveen, hoopt deze week haar vergunning voor de middengolf te ontvangen. Het station gaat in de lucht komen op de prominente frequentie van 747 kHz, aldus radio-tv-nederland.nl. Ik heb nog geen mensen gesproken die Atlantis Radio 1521, nu omgedoopt in Atlantis Radio 1395, hebben ontvangen, die dit weekend in de lucht zou zijn gekomen op 1395 kHz. De inspiratie voor de serie over antennes van de afgelopen weken is momenteel wat kleiner. Waarschijnlijk begin ik in de loop van deze week daarom met een nieuwe serie waarbij ik inzoom op een klein gedeelte van de historie van onze hobby. Ik blijf tegelijk ook gewoon aan de serie over antennes werken. Ik ga daar ofwel in de toekomst gewoon mee door of ik wissel de beide series af. De Daily Minutes t-shirts hebben enige vertraging opgelopen. Binnenkort weer een update over de t-shirts op pa0ete.nl. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30.
Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Ik stelde laatst op de repeater een vraag. En toen zei het tegenstation: je denkt toch niet dat ik op zo'n domme beginnersvraag een antwoord ga geven? En toen was er een andere amateur en die moest lachen. Het is toch helemaal niet dom om een beginnersvraag te stellen? Er is juist wel wat moed voor nodig om zo'n vraag te stellen, vind ik. Ik heb er nog steeds een rot gevoel van. De volgende keer houd ik denk ik mijn mond wel. Stil maar hoor. Ik vind het helemaal niet dom als je een beginnersvraag stelt. Ik vind het vooral dom als iemand daar een heel stom antwoord op geeft.